Harm Zijnstra, je vijfde basisplaats. Lijkt het erop dat je definitief in de basis bent beland? Ja, daar lijkt het wel op, ja. En ik moet zeggen, het voelt goed. Je hebt een verleden bij Emmen, voornamelijk bijna 100 wedstrijden voor Emmen gevoetbald. Is dat nog iets speciaals? Ja, ik vind het wel heel leuk om terug te zijn. Of terug te komen daar. En ik ben er nog niet weer geweest om zelf te spelen. Wel als supporter of vrienden te bezoeken. Maar het is leuk om weer even die kant op te gaan. Spelen er nog oude bekenden voor jou in dat elftal? Ja, bijna niet meer. Eentje geloof ik, Tim Siegman. Emma uit, dat is voor Cambuur altijd vrij lastig. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren, volgens mij was dat ook bij Emma uit. Speelde je een wereldpartij, kan je die wedstrijd nog herinneren? Ja, dat is wel een jaar of 6, 7 geleden denk ik. Die kan ik me nog wel herinneren en kreeg ik een hoop te doen. Volgens mij was het gelijk of uiteindelijk verloren wij wel. Volgens mij was het 1-1. Ja, en ik vond het altijd leuk om tegen Cambuur te spelen, ook hier. En, die wedstrijd staat me nog wel bij, ja. Dus dan is het ook leuk op terrein met voetbal. Dus morgen haal je alles eruit, morgen. Ja, zeker. En wat ik zei, ik heb er wel zin om weer terug naar Emmen te gaan. En ik heb wel zin in morgen. Nou, bedankt.